Per 1 mei 2016 is de VAR opgeheven en de wet DBA van toepassing. De belangrijkste reden voor het afschaffen van de VAR is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Met de wet DBA worden in een modelovereenkomst de rechten en plichten van zowel de zelfstandig ondernemer als opdrachtgever geregeld. De controle op deze wetgeving vindt plaats vanaf 1 januari 2018. Tot die tijd moet u zich wel aan de regels houden, want u hebt een inspanningsverplichting. Beide partijen, zowel de ZZP'er als opdrachtgever, dragen verantwoordelijkheid. Om u te helpen bij deze complexe administratie hebben Covebo, Accent en 3G Payroll een tussenkomstmodel ontwikkeld dat is goedgekeurd door de Belastingdienst. Daarmee regelen wij het voor u. Zowel voor de ZZP'er als de opdrachtgever biedt dit tussenkomstmodel veel voordelen. Iedere ZZP'er die met ons een overeenkomst sluit, wordt gecontroleerd op identiteit, KVK, uitrusting, diploma's en certificaten. Zo weet u zeker dat u vakmensen inhuurt. Ook nemen wij aansprakelijkheid en contractering uit handen van u. Alles volgens geldende wet en regelgeving. Dat is ook weer een zorg minder. Aan de hand van de volgende vragen kunnen we bepalen of het tussenkomstmodel een geschikte oplossing is voor u. Maakt u gebruik van ZZP'ers binnen uw organisatie? Werken veel van uw ZZP'ers voor lange tijd voor u, onder leiding en toezicht van u of een van uw medewerkers? Bent u bereid risico te lopen? Wilt u de risico's van werken met ZZP'ers verminderen? Van VAR naar DBA. Wat is voor u de beste oplossing? Kom meer te weten over ons goedgekeurde tussenkomstmodel en doe zeker en zorgeloos zaken. Kijk op de website van Covebo, Accent of 3G Payroll.